In deze video gaan we het hebben over de startprocedure bij inline skaten. De start is hetzelfde voor de afstanden 200, 500 en 1000 meter. Ja, als de starter in position zegt, gaan alle rijders in het startvak staan met minimaal één skiller. Bij set zakken de rijders in positie. Daarna klinkt het startschot en mogen de rijders vertrekken. Als je te vroeg vertrekt, maak je een valse start. Klopt. Bij een valse start krijg je een gele kaart. Bij een tweede valse start krijg je een rode kaart en ben je gedisqualificeerd. Een eventuele gele kaart neem je mee tot en met de finale. Op de lange afstanden is de start iets anders. Als de starter attention zegt, gaan de rijders klaarstaan. Er volgt een startschot waarna de rijders mogen vertrekken. Ook hier krijg je bij een valse start een gele kaart en bij een tweede valse start een rode kaart. Als er bij de start iets gebeurt dat de uitslag heel erg kan beïnvloeden, dan moet er opnieuw gestart worden. Dat is bijvoorbeeld bij een botsing tussen twee of meer rijders, of als een rijder valt. Ja, maar let op, dat moet tijdens de eerste 200 meter gebeuren, want anders mag er niet meer afgefloten worden. Meer leren? Bekijk de andere leermeervideo's of vraag hiernaar bij jouw trainer.